Ik zou mijn ergste vijand nog niet aandoen. Goedemorgen, welkom weer in een nieuwe video. Het is vandaag maandag. Ik heb gisteren de Tilburg 10 miles gelopen. En ook al was het geen halve of hele marathons en loop ik gerust 32 halve kilometer wel op een dinsdagochtend. Ik voel hem. Ik denk dat dat vooral te maken heeft met het feit dat mijn hartslag wat hoger was. En dat ik nog niet helemaal over mijn verkoudheid heen ben. Maar verder gaat het goed met me. En ik ben ervan overtuigd dat de komende week een hele goede week wordt. Oké, ik heb mijn ontbijt klaar liggen. Ik heb vandaag een keertje niet achter mijn laptop zitten ontbijten. Ik heb de lelijkste eieren ter wereld. Ik heb bietensap, water, thee en espresso. De truc om je week goed te beginnen is om te beginnen met een zondags ontbijt maandag. Eindelijk tijd voor een Casey vlog. Het is inmiddels 11 uur. En ik heb een telefonische meeting gehad met Garmin over een heel mooi nieuw horloge dat ze hebben. Met wit en roze goud. En heel mooi. En nu ga ik mijn video editen. Oh mensen, ik kwam er ineens achter dat ik nog een stuk appeltaart had. Zo lekker. Denk ik. Ik sloeg net dit boek open op deze pagina. The Long Run Mineral Broth. En volgens mij is dat een teken dat ik dit gewoon moet gaan maken. Dit is een vegetarische bouillon. Dus zonder kip. En het is for every ailment under the sun. Dus waarschijnlijk ook voor deze algehele malaise die ik de afgelopen week onder de leden heb. Oké, let's do it. Maakt me echt niet uit dat ik in mijn slaappak ga. Wie kent mijn kont in Den Haag? Nou, heel veel mensen waarschijnlijk, maar dat maakt niet uit. Oké, voordat ik boodschappen ga doen, eerst even naar de Primera in de buurt van mijn oude huis, de Grote Ginnelaan. Want daar ligt een pakketje voor mij. Dat is daar naartoe gestuurd, omdat ik natuurlijk niet meer op de Grote Ginnelaan woon. Ik reed er net langs en het was de eerste keer sinds ik er niet meer woon dat ik er langs reed. En het was echt best wel een beetje, net als ik mijn oude auto nu opnieuw zou zien, dat ik dan ook nog een soort van nostalgisch gevoel zou krijgen zo. En die nieuwe mensen die hebben gordijnen opgehangen die net 5 centimeter te kort zijn voor het raam. En dat snap ik dus echt niet, want ik had mijn gordijnen laten hangen en die waren perfect. En ik snap niet waarom ze dan die weghalen en dan van die lelijke 5 centimeter te korte gordijnen ervoor in plaats hangen. Anyway, ik ga in Primera. Dat was dus een beetje een deceptie, want het pakket lag er niet. En ik werd echt zeer onvriendelijk geholpen. En dat vind ik echt, ik kan daar echt boos om worden. Het gewoon aardig tegen me doen. Ook al heb ik mijn joggingpak aan. Oké, volgende Ecoplaza. Positiever nieuws, ik kan gewoon tegenover de Ecoplaza parkeren. Nu nog hopen dat ze kombu hebben. Japanse zeewier. Oké, ik heb het. Dit is €3,50. Oké, mijn boodschappen en ik zijn weer thuis. Ik heb ook deze verschrikkelijk lelijke foute soeppan gekocht. Want ik dacht, ja, als ik soep ga maken, is het misschien ook wel handig om een soeppan te hebben. Anders krijgen we straks weer die overstroompraktijken. Verder heb ik nog een tip voor iedereen die net als ik de Alpro sojayoghurt eet. Want die is deze week 2 halen, 1 betalen bij de Albert Heijn. Evenals, ja, het is weer zover. Waar is die? Waar is die? De kant-en-klare verse pasta. Die is dus ook weer 2 halen, 1 betalen. En dat komt heel goed uit, want toevallig heb ik vorige week het laatste pakje opgemaakt. Ik koop deze pasta echt alleen als hij 2 halen, 1 betalen is. En dat is gewoon echt iedere maand het geval. Sorry mensen, maar ik moest even van gebruik maken dat ik nu bij de Albert Heijn was, waar ik vroeger altijd naartoe ging. En daar was een sushi. Dit is alweer gebeurd. Gelukkig ligt hier 26 kilo gezondheid. Ik ga soep maken. Maar dit is echt het ideale recept. Je hoeft hem niet te pennen, de ui. En je hoeft hem alleen maar in 4 stukken te snijden. Love it! Oké, de pan zit helemaal vol met alle ingrediënten. Eigenlijk best wel zonde. Dit moet nu iets van 1,5 uur gaan trekken. En daarna gooi je dit allemaal weg. Daar gaat €15 aan ingrediënten. Goed, ik ga er koud water bij doen. Dan ga ik het laten koken en dan ga ik een wondermiddel maken. Oké, hulp van zegen. Misschien moet er nog een beetje meer water bij. Oké, het staat nu een half uur op. Ik ben heel benieuwd of er al een beetje smaak aan zit. Er zit in ieder geval kleur aan.
Nou, ik hoop dat hij over een uurtje lekkerder is, want dit is echt... Serieus, als die soep net zo lekker smaakte als dat die rook, dan zou het fijn zijn. Maar hij is echt nog steeds vies. Ondertussen heb ik gember thee gemaakt. Oké, we gaan het nog een keer proberen. Ik denk dat het wel heel gezond is. Maar ik denk ook dat ik het niet zo lekker vind. Maar goed, het staat nu al 2,5 uur op en het moest 1,5 uur, dus ik ga het nu gewoon afgieten en ja, wie gezond wil zijn moet vieze dingen eten. Het ziet er net uit als een kop thee. In werkelijkheid is het de meest ranzige bouillon die ik ooit gegeten heb. Ik zou mijn ergste vijand nog niet aandoen, maar aangezien ik nog een grotere vijand van mezelf ben dan de grootste vijand, ga ik hem toch eten of drinken. Ik voel me wel een beetje misleid, want in het boek stond dat dit het beste recept was uit het boek. Als je één recept zou maken uit het boek, moest het dat recept zijn, want dat was het beste recept. Ik vraag me af, heb ik iets heel erg verkeerds gedaan? Kan ik de smaak gewoon niet waarderen? Of bedoelen ze met het beste recept niet het lekkerste recept, maar het beste voor je lichaam? Ik hoop dat laatste eigenlijk. Ik moet me serieus voor iedere slok van deze soep opladen. Ik heb nog nooit iets gemaakt dat zo goor is. Ja, dat is ook best wel een prestatie. Gelukkig heb ik nog een hele pan. Maar daar ben ik vandaag zeer zeker niet klaar voor. Ik kan dus de hele week deze heerlijke bouillon eten als ik zou willen. Ik had gisteren een zonnebril op. Mijn Dolce & Gabbana zonnebril. En die sluit dus helemaal aan tegen mijn oog. En als ik die op heb, krijg ik hier altijd buisjes. Zo stom. Het is gewoon weer zo. En zeker als je net hebt hard gelopen en dan de hele tijd zweet op je hoofd hebt en dat niet gelijk schoonmaakt. Ik had geen schoonmaakdoekjes meegenomen, dus ik heb echt urenlang met dat gore zweet op mijn hoofd gelopen. En dan die zonnebril erop. Anyway, ik ga lekker slapen. Dankjewel voor het kijken en ik zie jullie morgen weer.